Drie enthousiaste collega's die hadden een probleem. Namelijk dat zij cliënten in de wijk zelfredzaam wilden maken. Dat ze daar hulpmiddelen voor wilden gebruiken. Maar dat ze eigenlijk niet zo goed wisten van ja, maar hoe kunnen we dan die cliënten ook echt met die hulpmiddelen aan de slag laten gaan. Zij kwamen toen bij mij met het idee van een hulpmiddelenkoffer. Precies, maar ja, wat is dat dan precies? En wat moet daar dan in? Dus het riep een heleboel vragen op. Wat hebben we nodig als we cliënten in de wijk zelfredzaam willen maken? Ja, we merkten dat cliënten ook gewoon niet weten wat er allemaal is. En als je niet weet wat er is, dan weet je ook niet dat je het kunt gebruiken of dat je daarmee misschien weer dingen zelf kan. We merkten ook dat onze collega's soms ook niet wisten wat er is. Nou, als je niet weet wat er is, kun je het ook niet aan de cliënt aanbevelen. Dus we hebben eigenlijk gevraagd, kunnen jullie met jullie wijkteam nou zoeken naar de top 10 van hulpmiddelen die wel relatief goedkoop zijn, waarmee we cliënten echt weer zelfredzaam kunnen maken. We zijn uiteindelijk tot die top 10 gekomen. En die wilden we in het zelfredzaamheidspakket doen. We hebben twee zelfredzaamheidspakketten ontwikkeld. Een tas en een koffer. En de reden daarvoor is dat deze op de fiets makkelijk mee te nemen is. Want het is eigenlijk ook een fietstas. En een koffer kan je ook makkelijk in de auto meenemen. Er zijn producten gekozen en er is ook nog een waaier ontwikkeld. Hier staat heel veel informatie in over hoe je het pakket kan gebruiken, wat de hulpmiddelen zijn. En het idee achter hoe je hem gebruikt is dat een wijkcollega of een wijkteam de tas of het pakket meeneemt de wijk in, kan laten zien aan een cliënt wat er allemaal beschikbaar is. Een cliënt kan dat dan vervolgens ook uitproberen, dus die pakt gewoon zo'n product en probeert het uit. We vonden het heel belangrijk dat het simpel was om bijvoorbeeld een hulpmiddel voor de cliënt te bestellen. We vonden het ook belangrijk dat we alles op één plek konden bestellen. En we vonden het belangrijk dat het makkelijk was om te gebruiken, zowel voor de cliënt als voor onze collega's.